Hier in Utrecht is BBB nou, ja, buitenspel gezet. Dat het allemaal alweer ontzettend lang gaat duren. Ja. Dat had ik wel begrepen. Ze hebben in Utrecht de BB-beweging hebben ze buitenspel gezet. Maar elders weer niet. En de onderhandelingen hebben bovendien geleid tot herrie in de linkse coalitie, om het maar even zo te noemen, tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Wat een droevig stel. Klunzen zijn dat toch ook. Grote God nog een toe. Heb je eindelijk iets tot stand gebracht. En bij de eerst denkbare gelegenheid, niet waar, staan ze weer aan de deur te wrikken. Waarom hebben ze ruzie gekregen dan? Nou, omdat op sommige plekken de PvdA wel doorgaat met de onderhandelingen, maar GroenLinks niet. A, heb ik begrepen. B, ik heb dat over zeg maar niet. Ja, wie gaat dat nou volgen, al die onderhandelingen in die stomme provincies? Nou, ik niet, dus laten we het eens rustig aan wachten wat het oplevert. Maar ik begreep ook, volgend jaar hebben we Europese verkiezingen. En GroenLinks voelde er niet voor om met een gezamenlijke lijst te komen. Dat je ook denkt, ja, ik geef het op. Ik geef ook de linkse samenwerking op. Laat ze in godsnaam stikken in, niet waar, in de ellende van het kleine verschil wat ik alles geschetst heb. Ja. Studentenpolitiek, dat is wat het eigenlijk is. Terwijl ik toch begrepen had dat ze dusdanig ook contractjes onderling hadden getekend, dat ze echt serieus verder wilden met elkaar. Ja. Dat is over dus niet zo. Zonde van. Zonde, eigenlijk. Ja, altijd wel iets, pijntjes en pijnen. Verzwikte enkels, geschrapte ditjes. Het is treurig. Ik kan niet anders zeggen, het is diep treurig. Denk je dat toch misschien de uitslag van de laatste verkiezingen een beetje tegenvalt dan dat ze gehoopt hadden? Geen flauw idee. Ik denk, ja, incompabiliteit des humeurs, mensen die niet zo goed met elkaar kunnen opschieten, eigenwijze portretten. Ik begreep dat die GroenLinks Europese leider, ik ben zijn naam vergeten, een eigenwijs portret was. Ja, en dan loopt het dan weer spaak op. Kortom, ben ik teleur. Ja, toch weer. En dan denk ik, wat ben ik toch ook een naïef portret. Dat ik denk, ook eindelijk hebben ze er iets van gebakken. Het is heel redelijk afgelopen voor die Eerste Kamer. Voor die Provinciale Statenverkiezing. En verdomd, ze slagen er weer in om weer ruzie met elkaar te krijgen. Dat is toch wel knap. Hè? Mag ik ze daar ook mee van harte feliciteren. Hè? Linkse ruzie. Hè? Waarom heeft de studentenbeweging in alle opzichten nooit wat bereikt? Omdat ze altijd herrie kregen over totaal ondergeschikte punten. Hè? Omdat ze niet over hun eigen schaduw heen konden springen. Dus u vindt het ook wel onverantwoordelijk? Ja, totaal onverantwoordelijk. Ik heb al eerder gezegd dat we hebben in Nederland, weer langzamerhand hebben we in Nederland een heel heerleger van linkse partijtjes. GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt, Partij van de Dieren en hebben we ook nog de SP. Als we lang genoeg wachten, verdampt die wel, maar goed, die is er ook nog steeds. Als je ze allemaal bij elkaar optelt, is het een serieus blok stemmen, dan kunnen we links vooruit. Ja. Maar dat doen ze niet, want ze vinden het heerlijk om een klein beetje ruzie met elkaar te maken. Want ja, er zijn toch puntjes en ja, er is een ditje en er is een datje en ik kan niet zo goed opschieten met Piet en een ander weer niet zo goed met Marieke. En nou ja, van deze weer. Wat een politieke dwergen, hè. Wat een kabouterpolitiek. Ze zouden ze in het boek van Rien Poortvliet moeten kijken en ze van die suffe puntmutsen moeten aanschaffen. Maar zijn de verschillen dan niet te groot onderling? Natuurlijk zijn er onderling verschillen. Maar uiteindelijk is er heel goed een programma te schrijven, een links programma te schrijven, waar in principe elk verstandig linksdenkend mens het eens mee kan zijn. Dat is zeer wel mogelijk. Ik wil het best doen voor ze. En daarmee kun je ook die achterbannen die toch verschillend zijn... Dat is maar de vraag natuurlijk. He, vooral omdat die Partij van de Dieren, die heeft ook zo'n escapistische achterban. Dat politiek eigenlijk maar niks is, maar dat die dieren toch hartstikke zielig zijn. En je moet ergens heen met je stemmen. Niet stemmen kan ook niet, dus weet je wat, Partij voor de Dieren. Vind ik ook niks. Nogmaals, vind verder prima, die Partij voor de Dieren, maar... Ik val in dat iedereen daar overspannen raakt, maar dat is dan weer een andere kwestie. Ik zou zeggen, hechte samenwerking, dan kun je dus iets bereiken. Zo zal links voorlopig ook niets bereiken. Ja, dus we mogen eigenlijk wel concluderen, die linkse samenwerking is mislukt. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat is nou weer een stap te ver. Ik probeer ze nu een beetje te irriteren in de hoop dat, niet dat mijn stem er iets toe doet, maar
Of het mislukt is, dat moeten we een beetje afwachten. Maar dit is wel vrij pijnlijk, ja. Ja. Dat je dus bij de eerste, de beste lichte frictie, dat je dit glazen krijgt, dat is toch wel droevig. Vind je er iets voor te zeggen in de provincies dat PvdA dan bijvoorbeeld zegt, oké, wij gaan wel mee in de coalitie en de GroenLinks zegt, wij haken af. Moet je elkaar daar dan ook niet vasthouden? Ja, dat vind ik wel, dat je dat moet doen. Als je dat nou afgesproken hebt, moet je dat ook wel doen. Maar dan moet je niet op al te kleine piemelige puntjes de boel ja, afhouden. Maar de samenwerking was natuurlijk... Sowieso is politiek ook een beetje grote lijnen trekken. Hè? Altijd wel iets piemeligs te verzinnen waar je het niet mee eens bent. Of dat je vindt dat je liever groene auto's hebt dan rode auto's. Het is altijd wel wat. Daar moet je wel overheen kunnen stappen. Maar de samenwerking was natuurlijk specifiek voor de Eerste Kamer. Dus niets, ik heb niets over de provincies gelezen. Nou, ik neem aan, samenwerking is samenwerking. Dan opereer je in feite als een eenheid, want dat was toch de bedoeling, een eenheidsfractie in de Eerste Kamer. Maar, ja, niet, toch? Maar niet in het provinciecoalitie? Nee, dat niet, maar dat hoort er wel een beetje bij. Bovendien kun je dan ook, als je het samen doet, kun je denk ik grotere invloed uitoefenen dan wanneer je uit elkaar laat spelen. Ja. Maar je begrijpt dat in al die provincies, net als bij alle andere partijen, weer allebei... ruziemakers en querulant op lager niveau opereren. Ja, die dus zeggen, nou, de landelijke politiek kan dit wel zeggen, maar daar zijn wij het niet mee eens. Dit gaan precies, wij niet doen. Zij willen geen rode auto's, ze willen groene auto's. Nee. Overigens staat D66 ook volgens mij in alle provincies buitenspel, hè, voor de coalitie. Ja, maar dat hebben ze van tevoren gezegd. Want ze willen niet met BBB. Nee, dus ja, dan zet je jezelf per definitie buitenspel. Ja. Misschien dat ze dan in Utrecht weer terug kunnen komen, dat weet ik niet. Hey, een andere populaire term die nu vaak ook waarschijnlijk in de kwaliteitskrant genoemd wordt, is graaiflatie. Ja, dat is natuurlijk voor de hand liggend dat dat gebeurt. Er is forse inflatie, die is overigens enorm teruggezakt ondertussen. Zoals ook wel voorspeld. Maar ja, er is natuurlijk een jaar lang forse inflatie geweest. En natuurlijk de verleiding wel erg groot voor allerlei bedrijven om... je verkoopt geraniums in potjes in de tuinwinkel. Die dingen die kosten, laten we zeggen, 2,75. Er is geen inflatie, dus je maakt er 3,50 van. Krijg je er geen aandacht als je er een kwartje op legt, toch? Pure winst. Dat is ook graaiflatie. Een beetje een lullig voorbeeld misschien, maar zo werkt dat. Zo had je in de horeca natuurlijk bij het schaaltje met de bitterballen misschien ook ietsje extra rekent. Dat kan zijn, toch? Vind je het kwalijk dat bedrijven dat doen? Nou... Ik juich het absoluut niet toe. Ik snap van alles. Daarvoor ben ik historicus. Je kunt namelijk iets snappen zonder het goed te keuren.